Het is uitzonderlijk dat de politie naar buiten treedt over een zoektocht naar een aanrander. Maar in dit geval loopt het aantal slachtoffers snel op sinds de aanrander in juli op de Amsterdamse fietspaden verscheen. We weten dat het een man is van ongeveer 40 jaar oud met een blanke huidskleur. Hij zou zich voortbewegen dus op een fiets, nou dat is inmiddels wel duidelijk. En hij draagt een petje en soms een zonnebril. Vooral in West en in Zuid is de man actief. En zijn werkwijze is opvallend grof te noemen. Hij zoekt geen achterafwegen, maar doorgaande fietsroutes. Vooral in Zuid en West. Zoals op de Seineweg op 23 september. Ja, hij fietst achter jonge vrouwen, met name echt jonge vrouwen. En dan betast hij ze eigenlijk heel plotseling of in hun kruis of aan hun borsten. En vervolgens fietst hij er dus weer vandoor. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers van de serie aanranden die nog geen aangifte hebben willen of durven doen. De politie wil graag dat zij zich toch melden, net als eventuele getuigen. En dat is ook een belangrijke boodschap van de rechercheurs van onze afdeling Zeden. We willen natuurlijk vrouwen ook waarschuwen voor deze man. En dat wanneer zij in aanraking met hem komen, dat ze dat ook onmiddellijk bij ons melden.